Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb even een andere video dan normaal. Deze video gaat namelijk over armbandjes bij Girl on the White Bike. En dat is een projectje waar ik al een tijdje mee bezig ben. En op mijn blog, als je mijn blog leest, dan wist je dat al. Kon je dat al weten? Of als je me op Instagram volgt, dan kon je dat ook al weten. Maar ik bedacht maar, stel nou dat je me alleen op YouTube volgt, dan weet je dit misschien helemaal niet. Dus ik dacht, ik leg het toch even uit in een video. Dus dat is wat ik nu ga doen. Armbandje bij Girl on the Bike is dat ik armbandjes verkoop. Ik heb verschillende soorten en kleuren. En die kan je via mijn blog kan je die, bestellen. Ik zet ook wel even de link onderin waar je dat kan doen. En ik doe dit niet voor mezelf, niet om zelf geld mee te verdienen. Maar ik doe dit om geld te verdienen voor een project waar ik bij meega. Een project van World Servants. Staat ook hier op mijn shirt. Dit shirt is ook van het project. Het is niet een heel mooi shirt, maar goed, het geeft niet. Maar dat is een project, World Servants, die organiseert vrijwilligers. Projecten waar je vrijwilligerswerk aan doet. Dan kan je in derde wereldlanden kan je dingen bouwen. Zoals scholen, lerarenwoningen, nazorgsopvangst, wc's en dat soort dingen. En ik heb een tijdje terug besloten om daarbij mee te gaan. Heel spannend. Ik heb er ook 2 uitgebreide artikelen over geschreven. Dus die zet ik ook wel even in de beschrijving. En ik ga naar Afrika van de zomer. En voordat ik daarheen kan, heb ik natuurlijk geld nodig. Want ik moet daarheen. Ik moet daar een verblijf. En we moeten materialen. En enzovoort. Dus we hebben gewoon geld nodig. En ik ga met een groep vanuit de stad waar ik woon. En we hebben dus 1 groep en met z'n allen proberen we geld op te halen. Zodat iedereen naar zijn of haar project kan. En we zijn al druk bezig. Ik ben allemaal dingen aan het voorbereiden, dingen aan het verkopen en dingen aan het organiseren en zo. En een van de acties die ik heb is dus armbandjes verkopen. Daarvoor kan je op mijn blog kijken wat je daarvoor moet doen, welke armbandjes allemaal te bestellen zijn. En ik wil nog even bijzeggen, ik ben geen officiële webshop. Dus het is misschien anders dan dat je ergens anders een armbandje bestelt of iets bestelt. Wat je moet doen is even mij mailen welke armbandjes je wilt. Dan mail ik terug met mijn rekeningnummer. Als ik het geld heb, stuur ik het de armbandjes naar je op. Dus dat is even in het kort wat je moet doen. En op mijn blog staat ook nog meer uitleg. Dus mocht je het leuk vinden, kijk dan even op mijn blog. En als je de armbandjes ook leuk vindt en je wilt graag een armbandje, dan kan je die natuurlijk ook bestellen. Ik laat aan het einde nog even close-up zien van alle armbandjes die ik verkoop. Dus blijf ervoor ook nog even kijken. Dit was dus mijn video over armbandjes bij Girl on the White Bike. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, wat anders dan normaal. Maar ik dacht, ik wil jullie dit toch ook wel even laten weten. Want het is wel iets groots waar ik nu mee bezig ben. En dat wil ik ook wel graag met jullie delen. Dus vandaar. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!